gebak van jullie, maar... Ja, echt. Met hoeveel personen bent u hier naartoe gekomen? Ongeveer 50 personen. 50 en hoeveel auto's? Ongeveer 25 tot 30. Ja. En allemaal klassiekers? Allemaal klassiekers, ja. Ja, ik heb ze gezien, prachtig. En nu bent u bij het Kruideniersmuseum van meneer Veenendaal. Ja. Maar staan we allemaal te wachten, want er kunnen er maar 4 in of zo. Ja, het is een wat kleine bedoeling hier, maar goed, dat geeft niet. Dat is des te leuker. Zo zit. Nee, de Flevo Klassiekers bestaan 20 jaar. En de laatste jaren hebben we om de 2 jaar een klassieker weekend. Dan gaan we met de club ergens heen. En juist in het kader van het 20-jarig bestaan zijn we nu naar de Ezerhof gegaan. Landgoed Ezerhof. En hoe komt u zo hier terecht? Een van onze leden die is getipt en die heeft dat allemaal georganiseerd voor ons. Tot nu toe een prima weekend. Goed. Ja, het past wel een beetje bij elkaar. Hè? Oude auto's en oude... Inderdaad, wij houden van oud spul. Dus, en dat is hier ook te zien. Dus dat vinden we leuk. Aan deze kant, hij gaat 2 meter over, hoor.